Goedemorgen, ik zit hier voor spiegel in de woonkamer, want ik wil mijn haar gaan krullen. Ik ga weer iets meer proberen te vloggen. Het gaat alweer een stukje beter met me, het is natuurlijk nu al 2 weken geleden. En in deze 2 weken heb ik bijna niet gevlogd en ik wil het alweer iets meer gaan doen. Maar het gaat nog steeds niet helemaal goed met me en ik ben heel snel buiten adem en concentratie is echt compleet weg. En dingen kosten me heel veel energie, dus dit vloggen kost me ook heel veel energie. Maar ik wil het wel weer iets meer gaan doen, omdat ik het leuk vind en dat ik het een beetje mis. Dus ik ga gewoon korte, kleine stukjes proberen te vloggen. Ik ga nu proberen, want mijn haar is voor de helft omhoog heb ik nu gedaan. En ik doe het expres in de woonkamer, zodat ik het in stappen kan doen. Ik ga mijn haar krullen, maar dat vergt echt gigantisch veel concentratie. Dus wat ik doe, is dat ik dan eerst heel de onderkant doe. En dat zijn maar 10 keer krullen. En daarna doe ik een deel van de bovenkant. Of daarna neem ik pauze. En daarna doe ik een deel van de bovenkant, pauze. En daarna een deel hiervan. Dus als het goed is, aan het eind van de ochtend is helemaal haar gekruld. En dat is dan een beetje mijn activiteit van de ochtend. Dus ik doe het hier op de bank. En dit is echt mijn favoriete krultang geworden. Ik heb deze van de Hans gekregen. Het is de Carmen Chopstick Curler. En echt, die krijg ik de meest zorg van mij. Is dit nou dierenmishandeling, Sifra? Nee, of, sommigen zijn... Pas op, meid. Ik denk dat sommige mensen dit wel dierenmishandeling zouden noemen, hoor. Hij wil heel graag gekastreerd. Oh, meid, jij hebt zo'n dik haar. Ik ben echt jaloers. Oh, echt. Wat een dikke... Want ik krijg hem echt niet gekruld. Wacht even. Meid, blijf zitten. Dat is wel flikje me nou. Wacht even. Nog een stukje. Zijn dierproeven niet verboden, Sifra? Ik ben heel benieuwd hoe dit staat, een gekrulde staart. Wacht, 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 wacht. Dan ben je net als alle andere poedels. Ja, dat weten jullie niet, maar Charlie wilde eigenlijk een poedel zijn. U was 8, 9, 10. Een hondje geboren in het verkeerde lichaam. Ja. Ik denk dat je wel 20 seconden moet krullen. Of ja, niet? Echt. Maar ik ben zo door je haar. Het is echt niet normaal en mooi. Een stukje. Het is echt zo dik, ik krijg het bijna niet gekruld. Het is echt... Zo bizar. Ach. Maar dan gaat hij kwispelen, dat helpt ook niet mee. Nee, 1, 2, 3. Ik ga het langer dan 1, 2, 3, 4. We kunnen dit niet elke week doen, want het is heel slecht voor je haar, maar zo 1 keer in de maand kan best. Gisteren. Nou. Ja, daar komt een krulletje hoor, daar komt een krulletje. Oh, hij gaat het lekker. Nee, niet doen, niet doen. Geen hoge stem zo. Niet doen, niet doen. Nee, liefie. Oh, wow, werkt zo makkelijk. Pas op, straks zitten ze... Straks je bent echt een Furby, gewoon op commando, kun je echt alles. Okay, Charlie, doe eens kwispelen. Nee. Anders kan ik ook echt niet krullen. Wacht even. Oh, wat heb jij een mooie staart. Het was echt heel lastig te krullen, omdat je zo dik haar hebt. Het is gelukt. Het beste is nu om de krullen even lekker uit te swingen. En dat kom maar Charlie, swing ze maar eruit. Goed zo. Oh, kijk hem ze eruit swingen. Wat blijven goed. We ongeveer 4 tot 5 dagen zitten. Ik ga het niet wassen in de tijd. Geen conditioner gebruiken. Charlie. Geen conditioner gebruiken en dan geen shampoo. En dan ben je wel echt 4 dagen mooi. Ja, je kan dan gelijk daarmee gaan flirten. Ja, yeah, so pretty! We kunnen het ook wel voor kerst doen als je wil. Met je kerstoutfit dan ook, hè? Ja, dan doe ik je hele haar. Oh, dan word je echt een poedel. Oh, zal ik je hele haar doen? Je helemaal? Hij vond het echt super leuk. Hij was alleen maar aan het kwispelen. De arme beest. Oh. Lekker! Nu Hans! Nu Hans! Zullen we nu Hans doen? Hè? Zullen we nu Hans doen? Ik ga denk ik maar weg. Walking away now. Ga je weg? Nee, jij gaat niet weg. Hou tegen! Hou tegen! Niet mij, ja hè? Ja! Yeah! Oh nee, oké, ik ga al niet weg. Hey, goedemorgen. Het is eigenlijk al middag, maar ik ben net wakker, want ik slaap 's middags ook. Nu dus, normaal sliep ik ook wel eens 's middags hoor, als ik heel erg overmoeid was. Maar nu dus helemaal, nu moet ik echt 's middags slapen om de dag echt vol te houden, echt een tijdje. Dus ik wacht nu meestal met mijn omkleden totdat het echt na de lunch, dan heb ik geslapen en dan pas doe ik mijn normale kleding aan. En soms voelt het dan wat nieuws, bijvoorbeeld al 4:30.
Ik denk, ja, zou ik nu nog normale kleding aan doen? Maar het is wel lekker om nog heel even normale kleding aan te hebben gehad. Voordat het dan echt weer bedtijd is. Of zo, dat ik nog wel een beetje gewisseld ben. Dus ik doe nog wel normale kleding aan. En ik ga nu nog heel even snel iets voor een campagne doen. Want ik had gisteren de campagne van Hema gefilmd. Met het inpakken. En nu moet ik de laatste dingen nog van de campagne filmen. En ik zat me net te bedenken. Of ik zat net te kijken. Hoe erg het contrast nu wordt. Zeker nu er echt allemaal cadeautjes bij liggen. Dan heb je dus dit. Dit is echt helemaal in kerstsfeer. En dan is dit een verbouwing. En het is weer kerst. En verbouwing. Snap je het contrast? Het is echt heel groot. Maar goed, ik vind het heel gezellig. Dus nu ga ik de laatste dingen nog even filmen van de campagne. En dan is die af. Ik doe het dus een beetje in delen, zodat het een beetje lukt qua energie. Maar zo lukt het wel. En nu komt mijn elfje net thuis. En die is waar je boodschappen gaan doen elke keer. Laten we zien. Ik heb zo'n hekel aan boodschappen. Want dan moet hij weer glazen voor mij komen. Ik moet bepaalde glazen hebben. Dus dan appt hij, wil je dit glas of dit glas? Of dit glas of dit glas? Ik kan niet zeggen, ga dan zelf. Oh, die zijn die zijn wel een stuk kleiner dan de... Wow, die zijn echt heel klein. Dit is espresso, joh. Bijna heel klein. Zie je, hoor je dat? Nu voel ik al hangen. Dan zijn we terug. Ja, serieus, dit is wel echt heel klein, liefie. Heb je ook cola voor mij gekocht? Cafeïne en vrije cola. Nee. Oh? Oh? Waar is dit voor gehad? Ah, dat is ook lief. Ik mag dus geen cafeïne. En ik hou van cola. En ik mag geen cafeïne nu. Met een hersenschudding mag dat blijkbaar niet. Oh, deze is ook wel heel leuk, maar deze is wel heel smal. Ja. Oh, ze zagen dat op de foto echt zo anders uit. Hè? Was je er maar bij geweest? Ja. Geweest. Nou, ik was vraag dat ze, je had foto's gemaakt en je handen zijn natuurlijk ook een groot stuk groter. Ik hou mijn handen bijna, weet je hoe groot die is? Ja, maar niet dus. Wow, die zijn echt heel klein. Dit is weer voor een andere campagne en ik had niet echt dat soort... voor latte macchiato. Latte macchiato? Latte macchiato. Dat. Of cappuccino. Daarvoor zocht ik glazen. En ik heb daar niet echt glazen voor, dat je echt heel mooi die opbouw en die laagjes kan zien. Dus Hans is even glazen gaan halen. Goed, nu ben ik moe. Nu ga ik zitten. En dan ga ik straks dit filmen. Gelukkig is mijn elfje daar om te helpen. Yay! Serieus, die dennetak. Gaat daar iets mee gebeuren als in nu? Dat al die planten hier staan zegt één ding, maar die dennetak en ik, daar gaat nu iets gebeuren. Hij eruit of ik eruit? Ik meen het. Ik word zo ziek van deze tak. Maar ik zei toch, je kan toch zo omheen lopen? Zo. Ik loop ook zo omheen. In mijn eigen huis, hè? Moeten doen alsof zomaar de Duitsers achter ons aan zitten en sluipen langs een tak. Doe hem aan, man. Hop, weg. Mag je weg? Ja, ik had nog niet helemaal bedacht wat ik ermee wilde. Hans. Oké, dus er is een kans dat ding hier een week ligt en dat er niks mee gebeurt. Nou, die ligt al 2 weken volgens mij. Ja, hij ligt al sinds dat wij een kerstboom hebben volgens mij. Oei. Dit is ook maar zwaar hier. Oh, Hans, zie al die naalden die op de grond vallen nu. Ja. Snap je nu? Waarom? Ik had dat niet helemaal bedacht. Ik dacht, misschien doe ik er nog iets mee. Maar ja, misschien ook wel niet. En misschien ook niet. Vreselijk. Hartstikke idee. Hartstikke idee weg van mij. Oh, kan er ook gewoon ertussen stoppen? Oh ja, goed idee. Je dacht dat je het buiten zou leggen. Ja, hij in de goede bak. Oh. Oké, fast forward. Het is avond. We hebben lekker frietjes gegeten. En lekker vet met frikandel kroketten. Dat was echt zo ontzettend. Dat was echt zo ontzettend lekker. Ik was zo blij. Hans wilde eerst heel gezond zalm met boontjes en weet ik veel wat eten. Ik zei, toen deed ik langzaam, zei ik vanmiddag, zullen we zalm met frietjes doen? En toen zei ik vanavond, zullen we zalm met kroket doen? Goed. Zalm met kroket? Frietjes met kroket? Frietjes met kroket. Alles waar een beetje voedingsstof in zat, is gewoon weg. Sla was eruit gegaan, zalm is weggegaan. Maar waarom ik eigenlijk wilde vloggen, we hebben weer een pakketje uit Amerika besteld. En ik heb het al eens vaker gezegd, wij doen altijd een pakketje uit Amerika bestellen. Omdat we heel veel dingen die we in Amerika zien, die willen we heel graag hebben. Dus we laten gewoon alles naar hier verzenden.
En daar hebben we een hele goedkope methode voor. En die heb ik, of ja, heel goedkoop. Het is redelijk goedkoop. Zeker als je alle verpakkingen en alles laat weggooien. Een soort van postbus in Amerika. Daar laten we alles heen verzenden. Die maken er één pakketje van. En die verzenden het dan naar Nederland. Maar Hans heeft dus nu foto's. Ja. Want dan kun je ook foto's zien van de pakketjes. En dit is echt heel leuk. Houden je heel goed op de hoogte. Dat is heel leuk. Ja, kijk. We noemen het altijd onze elfjes. Ja, kijk. Oh nee, onze Oompa Loompas. Oh, onze Oompa Loompas, ja. Kijk, dit is zeg maar je ding waar je alles ziet. En ik zal nu foto's laten zien van hoe alles er eerst uitzag. Dit waren eerst al onze pakketjes. En dan zie je, dit ziet eruit als kleding en dat ziet eruit als Amazon. Dus die Amazon dingen zijn meestal van mij, kleding is meestal van Shifra. Mm-hmm. En toen werd het dit was alles uitgepakt. Kijk, nu zie je ook, we hebben al een pannenkoekenmix besteld. Allemaal pannenkoekenmix. Wat is dit? Gereedschap? Nee, dat zijn denk ik... De wc-rolhouder. Ja. Hey, even. Hey, je blouseje. Oh ja, een blouseje. Dat ben je al vergeten, je had al een blouseje besteld. En ik heb eigenlijk maar twee, kijk, dat blouseje is van mij en ik heb een handzaag. Maar de rest is allemaal van jou hoor. Even dat je het weet, Siva. Oh, dit is leuk. Hier ben ik echt heel excited over. Dit is een heel mooi vest. Nou, leuk. Leuk, en nu hè? Dan? En nu volgende ga je foto. Oh, dat is nog een keer. Oh. Onder een andere hoek. En dit is het geworden. Bam. En nu wordt het zo naar Nederland gestuurd. Dit is wel een groot pakketje hoor, Hans. Het is best een groot pakketje. Ik ben bang dat het nog best... Ja, waarom is het zo groot geworden dan? Ja, door die... Dit zijn badkamerspullen. Die lange. Kunnen ze natuurlijk... En die cake mix. Ze nemen nog best veel op slag. Eens kijken wat dit kost. Ik ben heel benieuwd. Weet je waar ik echt heel veel zin in heb, Hans? Al de hele tijd. Nou. Ik durf maar niet te zeggen. Ik heb echt zoveel zin om chocolate chip cookies te bakken. Ik zou inderdaad niet zeggen wat ik jou. Of dat jij chocolate chip cookies bakt. Dat zou ik helemaal niet zeggen wat ik jou. Oh Hans, ik heb daar zo'n zin in. Weet je dat ik al even zitten googelen naar echt super makkelijke chocolate chip cookies recepten? Omdat ik er zo'n zin in heb? Je denkt, dan kan ik het zelf. Ja. Ik dacht, als jij dan straks gaat wandelen, dan maak ik zelf chocolate chip cookies. Die hoeven echt maar 10 minuutjes in de oven. Eerst moet je... Zullen we dat doen? Nee. Oké, vertel me hoe duur het is. $72, vind ik wel veel. $72. Voor alles wat we betalen. Ja. Ja, het gaat toch op gewicht? Ja, het gaat op gewicht. Dat is nog wel zwaar. Die badkamerspullen zijn heel zwaar. Ja, het gaat dus op gewicht. Hè, hoeveel je betaalt. En zo. Want meestal komen we wel boven de $50 uit aan verzendkosten. Ja. En het is nog steeds niet veel hoor. Als je het vergelijkt met als je het allemaal apart zou laten verzenden door een webshop of zo, dan is het heel veel duurder. En dit is $72 voor echt zo'n groot pakket. Als wij dat naar Amerika zouden versturen, zouden we het ook kwijt zijn. Ja. Ik neem misschien nog wel meer, joh, met je PostNL. Bent zelf meer kwijt. Ja, dat denk ik ook. Je ziet ook, je kan kiezen uit wie je kiest. En je ziet ook wat PostNL kost. En wat kost PostNL? PostNL zou $91 zijn. Zo. Maar hun eigen carrier, zij werken samen met DPD. En dat is $72. Oh, nou, die is nieuw. Wij deden eerst altijd DHL. Maar oh, sinds kort zullen we DPD doen dan? Ja, dat duurt wel een paar dagen extra, maar ja. Jammer dan. Maar chocolate... Nee, geen chocolate chip cookies. Chocolate chip pannenkoeken of chocolate chip cookies? Hans. None of the above. Hij kan heel slecht twee dingen tegelijkertijd. Kan dat vindt hij heel... Misschien dat is heel irritant, want ik word heel vaak getrickt en die zegt, ja, is goed, lieverd. En dan staat ze voorop en dan gaat ze iets doen. Ik denk, wat heb ik net gezegd? Wat gaan we nu doen? Dan gaat ze dus chocolate chip pannenkoeken. Want schijnbaar heb ik dan gezegd dat dat een goed idee was. Je hebt niet gezegd dat het een goed idee was. Nee, gaan we niet doen. Nee. Je hebt gezegd dat je chocolate chip pannenkoeken gaat bakken. Nee, dat heb ik niet gezegd. Je bent op je achterhoofd gevallen. Jij weet allemaal niet meer hoe je serieus de vlog terugkijken. Je zei echt dat je dat ging doen. Wat gaan we nou doen hiermee? 2 tot 4 werkdagen. Duurdere optie doen? Ja. Of 5 tot 7, schatje. Dat is 3 dagen langer wachten. 3 dagen. Kan je niet 3 dagen langer wachten? Al voor $10, als ik daarvoor iets mag kopen. Ja, dag. We doen gewoon goedkoop, je zoekt maar uit. Oh, kijk dan.